Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Zoals je ziet vanaf de nieuwe locatie. Echt super fijn om hier aan het werk te kunnen zijn en dat alles staat. Ik ga je natuurlijk straks ook even laten zien hoe dit er allemaal uitziet. En waar mijn nieuwe magazijn is. Dus ja, ik zal zeggen, kijk gezellig mee. En voordat ik deze vlog begin, had ik nog een paar beelden gemaakt dat ik naar de groothandel ging. Dus ik denk dat het wel leuk om jullie te delen. Het zijn heel veel beelden, maar wel even leuk om te zien. Ik heb ze wel gefilmd met mijn telefoon, dus het kan zijn dat er iets kwaliteitsverschil in zit. Maar wel even leuk om aan jullie te laten zien voor we deze dag hier beginnen. Goedemorgen, ik zit in de auto en ik film even met mijn telefoon, want ik had mijn camera niet mee en ik bedenk me net dat ik naar de groothandel ga. En ik denk dat vinden jullie wel leuk om te zien, dus ik denk laat ik gewoon beelden maken en jullie meenemen. Dus ja, kijk gezellig mee. Het was het rondje en zoals je ziet zijn we goed geslaagd. Het is tot dan nog vol gevuld. Dus gaan we naar de winkel toe om alle pakketten in te pakken. En dan is het nu eerst tijd om te gaan inpakken van de DIY pakketten. Ik heb ook heel veel bestellingen wat betreft boeketten en zo. Dus dat ga ik zo ook even klaarmaken. Ja, eerst beginnen met inpakken. Ik heb al wat voorbereidingen van OA's en dergelijke gedaan. Dus dat is handig, dat staat daar al klaar. Wat ingepakt. Zoals je ziet heb ik een mooie grote werkbank en hier heb ik meer de bestellingen en dat soort dingen liggen. Dus genoeg om aan te werken. Dan heb ik hier heel veel bloemen. Daaronder staat het ook nog vol met bloemen. Dus laten we gauw beginnen. Achter me is het magazijn en het is nog een beetje een rotzooitje, omdat natuurlijk alles nog even op de plek moet. Ik ben nog druk aan het uitpakken, er komt elke keer een nieuwe voorraad bij. Maar ik zou zeggen, neem een kijkje binnen. Nou, zoals je kan zien krijgt het steeds meer vorm, er komen nog stellingen bij. Want ik heb geen ruimte genoeg. Zoals je kan zien heb ik hier allerlei ondergronden, frames en dat soort dingen staan. Zo, ronde 1 is bezorgd. Dat was het tankstation, die is bevoorraad. Nu ga ik straks naar het andere tankstation, die moet ik ook even bevoorraden. En dan ga ik de pakketten op de post doen. En het gaat lekker dus. Ondertussen wordt hier ook hard gewerkt, wat moois gemaakt. Wat heb je gemaakt, Lieke? Dat. Laat eens even zien. Klok! Dit? Ja, ook bij! Mooi! En bij een beetje. Ik was het in de vorige video vergeten, toen had ik het wel beloofd, om even te laten zien hoe je nou een boeket, als je het zo kant en klaar krijgt, hoe je dit aansnijdt. Ik haal altijd het papier en plastic eraf. En wat je dan doet, je pakt eigenlijk gewoon een scherp mesje. En dan snij je zo één voor één de steeltjes schuin. Soms dan kun je er ook net wat meer tegelijk pakken.
En dan ga je gewoon met een schilmesje er eigenlijk voor langs. Zodat je ze dan even goed schuin aansnijdt. En op die manier maak je weer nieuwe wonden en kunnen ze het water goed opnemen. Als je een boeket te lang droog laat liggen, drogen de vaatjes in. En dan kan het water zich niet meer opnemen in de steel. Dus vandaar is het altijd belangrijk. Wat er anders gebeurt is dat het kopje gaat slap hangen en dat de bloem niet mooi uitkomt. Ook goed om dit af en toe even een keer te herhalen. Dus dan hou je de bloemen echt veel langer mooi. Dus hangen jouw roosjes of wat dan ook, laat dit kopje hangen. Dan is dit niet helemaal goed gegaan, dus herhaal het dan. Vaak trekken ze dan zelfs nog weer bij. Goedemorgen, het is de volgende dag en ik ga weer inpakken van de bestellingen. Er zijn er veel, dus ik ga gauw aan de slag. Ik heb ondertussen wat problemen met de printer en echt, oh, ik word er echt niet goed van. Dat is echt zo frustrerend. Hij vindt hem gewoon niet op een of andere manier. Gisteren deed hij het nog en nu doet hij gewoon niks meer. Dus ik hoop dat dat straks ook opgelost is. Dus ik ga even bestellingen klaarmaken en daarna ga ik video's opnemen. Super veel zin in. Ik heb al bloemen gehaald voor nieuwe voorbeeldstukken, bloemstukken. Dus ik ga aan de slag. Ik heb er helemaal zin in. Oh, ik heb even mijn lijstje bij elkaar om naar het magazijn te gaan en de spullen te pakken voor de volgende pakketten. Zo, de eerste bestellingen staan eigenlijk allemaal klaar. De dozen die ga ik nou eerst naar het postpunt brengen, want het past niet allemaal in mijn auto. En dan doe ik straks de volgende ronde. En ik moet nog één bezorging doen hier in de buurt. Dus die ga ik ook eventjes doen. En dan gaan we de video's opnemen. Goedemorgen, middag ondertussen is het al. Goedemiddag allemaal. Er is zojuist een pallet bezorgd. En ik heb er helemaal zin in. Want ik ga hem uitpakken. En ik laat jullie zien wat er allemaal van moois weer binnen is gekomen. Ik zal het natuurlijk ook weer toevoegen aan de webshop. Dus dan kunnen jullie het ook gelijk weer bestellen. Dus gaan we naar buiten om de pallet uit te pakken. Ondertussen wordt hier ook steeds voller, zoals je achter me kan zien. Ik heb dan daar al allerlei stellingen staan. Hier staat een stelling mooi vol. Dus het hok wordt bijna alweer te klein, maar het is in ieder geval een mooie plek. Dus ik ga gauw de rest ook uitpakken en dan pak ik het gelijk mooi in de stelling. Want dan heb ik goed overzicht wat er allemaal nog is. Zo kun je het weer zien. Kijk, prachtige vogeltjes op een houder. Echt heel leuk. En hier heb ik straks ook een leuke ondergrond bij om een DIY video mee op te nemen. Dan deze geweldig mooie vaccinehouders van Riverdale. Het is een soort schelpachtige print. Ik denk al een beetje schelpachtig. Maar heel erg mooi, heel zomers. Hier gaat geen DIY mee opgenomen worden. Maar hier is wel, deze komt gewoon los in de webshop. Want die vond ik gewoon echt super leuk om aan de webshop toe te voegen. Dus echt hele toffe houders van Riverdale. Het is gewoon glas, dus je kan er eventueel ook een bloemetje, een klein toefje op doen. Dit is een bekende, die was heel snel uitverkocht. Dan heb ik heel veel vraag van, komt hij nog weer terug? Dit is een schalen op PTMD. Waar je ook mooi een bloemstuk in kan maken. Echt super mooi. En er staat dus ook een DIY mee online. Die is nou ook weer als DIY pakket verkrijgbaar. Maar ook als losse schelp. Dus fijn dat hij weer op voorraad is. En ik heb er echt wel weer voldoende bij besteld. Maar ze gaan wel echt heel hard elke keer. Want ik had ze er nu al opgezet. En ik zag dat het al goed besteld werd. Dus mocht je die dan toch nog willen. Dan kan je hem nu weer bestellen. Besteld heb. Hier ga ik een DIY mee opnemen. Heel leuk. Vol van lesjes. Op takken. Kijk, echt heel erg leuk. En leuk om natuurlijk iets een bloemstukje in te doen. Daar komt een DIY mee online. Dan heb ik weer curly takken binnen. En deze verwerk ik heel vaak. Je hebt hem ook kunnen zien in de toren. De punt. Hoe heet dat? De ijstoren. Ijsbloemstuk met droogbloemen. Ik verwerk hem ook in. Dus mocht je het leuk vinden om te zien wat ik daar allemaal mee doe. En ik verwerk ze al vaker in bloemstukken. En die ga ik ook weer gebruiken in de DIY. Maar je kunt ze ook weer los nu weer shoppen. Helemaal verliefd op. Echt, die vond ik zo geweldig leuk. Die kun je dus los shoppen in onze webshop. Echt heel erg leuk om als decoratie in huis te zetten. Maar ook bijvoorbeeld op een kinderkamer of iets. Het is een spaarpot. Het is van Riverdale. En ik heb dan hier een tijger. Panter.
hoe je het ook noemt. En deze, ja, giraf is het denk ik. Ja. Echt heel tof. En ik vind het heel erg leuk, want je ziet wel vaak met zulke soort beeldjes. Maar dan niet met zo'n mooie luxe print. Dus dat vind ik echt heel gaaf. En hoe leuk om zo als setje bij elkaar neer te zetten. Dat is toch echt geweldig. Echt heel leuk. Dus die kan je ook weer los bestellen in onze webshop. Vond ik gewoon een leuke decoratie. Dus geen, niet hele grote voorraad van. Dus als je die leuk vindt, wees dan snel bij. Oh ja, deze zijn ook leuk. Deze heb ik ook voor een DIY video. Oh ja, dat gaat heel leuk worden. Er werd mij veel gevraagd of ik iets met industrieel frames wil gaan doen. Dan komt er sowieso, want zo achter me ziet, heb ik allerlei webframes weer binnen. Dus ik ga er sowieso DIY video's mee opnemen. Maar kijk hoe leuk deze is voor de zomer. Echt geweldig. Dus daar komt ook een DIY mee online. Komt binnenkort. Zo, daar ben ik weer. We zijn ondertussen een paar dagen verder. Ik was de vorige keer bezig met het uitpakken van de producten. Maar toen begon het in één keer heel wat te regenen. Dat ik gewoon echt snel de doos naar binnen moest brengen. Ja, zodat ze niet in de regen stonden. Ik heb nog wat meer producten die ik nog niet aan jullie heb laten zien. Dus die zal ik ook nog aan jullie laten zien. En ik ga nu inpakken met bestellingen. En vandaag staat het ook in het teken van bruidswerk. Dus ook leuk. Maar ja, eerst even de pakketten inpakken. Allemaal. Ik zal nog even laten zien wat ik nog meer had binnengekregen. En ik heb deze beauties binnengekregen. Een Crosspedia plantje. Echt super leuk. Het is wel echt een zomerplantje. Kan niet tegen kou. Ja, tot min 5. Dus kan wel wat kou hebben. Maar houdt van een zonnige plek. Dus echt super leuk. Mocht je hem willen bestellen. Ik heb hem in de webshop staan. Wees dan snel bij. Want op is op. Echt leuk. Ik heb het anders dan gewoon een Crosspedia bolletje is. En ik denk dat er ook elke keer wel weer nieuwe bloemen in komen als je goed verzorgt. Dus ja, echt gewoon een leuk ding. Ik ga dus pakketten inpakken vandaag. Maar ik ga dus eerst eventjes aan jullie laten zien wat ik nog meer allemaal aan leuke spullen heb binnengekregen. Want het was nog niet van gekomen. En binnenkort ga ik een leuke video opnemen met deze geweldig mooie vetplanten. Kijk dan, ik heb er heel veel binnengekregen zoals je kan zien. Dozen vol, want het is natuurlijk leuk met warm weer. Dus wanneer het zonnig weer is, dan ja, kan je heel leuk met vetplanten aan de slag. En andere sterke materialen. Dus daar ga ik binnenkort een DIY mee opnemen. Mocht je het leuk vinden als ze los aan de webshop toevoegen, laat me dat dan even weten. Maar ik ga nu naar het magazijn om jullie de rest van de leuke spullen te laten zien. Ik heb hier in de schuur ook al mijn ja, inpakmateriaal en dozen en zo staan. Zoals je achter me al kan zien. Om de pakketten mee in te pakken. En we hebben een nieuw hond. En die heeft de inhoud van de snippers ontdekt. Ik zal het even laten zien. Het ligt overal. Het is nog een jonge hond, dus hij speelt overal mee. Maar ja, die heeft hij in ieder geval goed te pak gehad. Ze zijn echt gaaf. In mijn hoofd is het niet zo groot. Dus echt fantastisch. Het is heel mooi in het hout met zwart. En ik dacht, dit is leuk met dat vogeltje in het hoofd erop. En dan onderin een leuk bloemstukje. Echt heel erg tof. Super leuk. Mooi dat zwart ook, dat hout. En deze, die waren ook heel leuk. Die heb ik ook nog even laten zien. Ze zijn heel mooi verpakt. Kijken of dat zo wil met het licht. Maar het is dus een glaasje wat al vast zit op het hout. En zoals je kan zien, is het er helemaal ingesmolten. Dus het heeft allemaal een aparte vorm. Zo, nu kun je het iets beter zien. Het heeft allemaal een aparte vorm, zoals je kan zien. Want deze is deze vorm. En dan heb ik hier nog net eentje die iets anders gesmolten is. Echt heel leuk. Dus dat valt er precies dan zo in. Kijk, het is nou zo mooi ingepakt. Dus ik laat het mooi zoals het is. Echt, dit vind ik echt toppetjes. Echt heel erg leuk. Nou ja, en dan deze. Ik denk dat jullie de rest van het kunnen zien. Want ik had de instelling even iets anders staan. Dan deze mooie houten ja, onderborden dus. Even kijken wat hier nog meer in zit. Deze zijn ook echt geweldig leuk. Van nieuwe DIY. In ieder geval heel goed verpakt. Ja, ik weet zeker dat jullie dit ook leuk vinden. Kijk, geweldig standaard. En dan kan je daar bovenop een mooi bloementaartje doen. En die heb ik dan in 2 maten. Zodat je ze mooi op verschillende hoogtes naast elkaar kan zetten. En eventueel kan verbinden. Dus heel erg tof.
En nu weet ik niet of ik deze al heb laten zien, dus ik laat hem anders gewoon nog een keer zien. Deze prachtige schalen waar voetje onder zit. Het is heel mooi, zware kwaliteit. Dus ja, ook echt een hele toffe ondergrond om bijvoorbeeld een DIY mee op te nemen. Goed, ik ga het hier even een beetje ordenen en dan ga ik beginnen met inpakken. Zo, ik ben hier dus druk bezig, maar ik krijg net bericht dat mijn bloemen er zijn. Dus ik ga die kant op om gauw mijn bloemen op te halen. Zo, ik ga de eerste ronde wegbrengen en dan doe ik straks de tweede ronde. En daarmee sluit ik ook deze vlog af. Ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En ik heb nog een leuke kortingscode voor jullie. Mocht je deze vlog helemaal hebben afgekeken om jullie te belonen. Of eigenlijk om jullie te bedanken dat jullie zo trouw naar mij kijken. Met de kortingscode ZOMER krijg je 10% korting op de nieuwe collectie die ik in deze vlog heb laten zien. Dus mocht je het leuk vinden, kan je die code gebruiken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doeg!